Elke week bespreekt Fred van Eijk een exclusieve reisbestemming. Vandaag spreekt hij met Anita Bosje over een luxe resort op een van de mooiste stranden ter wereld in de Dominicaanse Republiek. Anita, vertel eens wat meer over de hotelgroep. Wij zijn een Spaanse hotelgroep. De eigenaren zijn van Mallorca en wij hebben over de hele wereld in totaal 140 hotels. Vandaag nemen we een kijkje op een heel mooi eiland, de Dominicaanse Republiek. Het Barceló Bávaro Beach Resort? Ja, inderdaad. Dit hotel ligt in Punta Cana. Dit hotel is in 2011 totaal gerenoveerd en weer opnieuw geopend. Wat maakt het zo speciaal? Het ligt in Punta Cana aan het Bávaro-strand. En daarnaast heeft dit hotel een gedeelte dat het premium gedeelte is. Dit zijn de best gelegen kamers die direct aan het strand liggen. Klanten die deze kamers hebben gereserveerd hebben direct uitzicht op zee. Verder zijn er natuurlijk ook nog speciale faciliteiten voor deze klanten, zoals 24 uur roomservice, er is een executive lounge. Verder hebben de klanten prioriteit bij het reserveren van de à la carte restaurants. En ze hebben een aparte check-in en indien mogelijk ook een late check-out. Er zijn natuurlijk heel veel watersportmogelijkheden voor al de gasten. Maar daarnaast bieden wij ook nog wat extra's, zoals een hele speciale golfbaan. Die is ontworpen door Pete Dye. Een professionele golfbaan, 18 holes, waar iedereen zich echt goed op kan uitleven, met heel veel uitdagingen. Daarnaast hebben we ook... Spa-treatments? Juist, de spa-treatments, een thermaal circuit en verder zijn er natuurlijk allerlei behandelingsmogelijkheden voor de klanten aanwezig. Het meest unieke is natuurlijk de ligging, want het is gekozen door National Geographic als een van de 10 mooiste stranden ter wereld. Dit klopt. Het ligt heel mooi, het hotel. Het is het allereerste hotel dat is gebouwd, dus de familie Barceló heeft natuurlijk het mooiste strandstuk uitgezocht. En daarnaast ligt het hotel ook niet ver vanaf het vliegveld, dat ook een groot voordeel is. En er ligt een heel groot koraalrif direct voor het strand, zodat er dus niet veel golfbewegingen zijn en het water er dus uitziet als een heel rustig zwembad. Prachtig.